Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. Sinds enige tijd is in het Biesboscentrum in Drimmelen de VVV gevestigd. Staatsbosbeheer verzorgt hier de informatievoorziening voor het Nationaal Park de Biesbos. U kunt aan de balie terecht voor informatie over de wijde omgeving. Of u nu een bootje wilt huren, lekker wilt wandelen, weten waar u kunt overnachten, een tocht met een rondvaart wilt maken, de vrijwillige baliemedewerkers helpen u graag op weg. Staatsbosbeheer organiseert met plaatselijke bedrijven diverse arrangementen en excursies. In de periode tot oktober hebt u elk weekend de mogelijkheid om mee te gaan met de zwerftocht. In de zomervakantie zijn deze tochten zelfs dagelijks. Je kunt dan op zoek naar bevers. Deze tocht is speciaal bedoeld voor gezinnen met kinderen. Wilt u gewoon lekker een eind wandelen door de Biesbos? Dan kunt u mee met naar den overkant. U wordt overgebracht naar de Hofmansplaat en vanaf daar kunt u wandelen naar de Amaliahoeve en heerlijk genieten van de natuur. In de media verschijnen momenteel berichten over een extra energietoeslag van €500 voor mensen met een laag inkomen. Het kabinet gaat op korte termijn met de gemeente in gesprek over deze extra toeslag. Op dit moment kan de gemeente Drimmelen niet meer informatie verstrekken of toezeggingen doen. Zodra er meer bekend is, worden inwoners die in aanmerking komen hierover geïnformeerd. De gemeente krijgt signalen dat er een vals sms met afzender TOG Nederland in omloop is. Hierin staat dat er binnen 2 dagen een openstaande schuld aan de belasting moet worden betaald. Anders komt er een deurwaarde langs. TOG Nederland of de gemeente Drimmelen communiceert niet op deze manier. Betaal deze rekening niet en verwijder het bericht van uw telefoon. Twijfelt u wel vaker over de echtheid van een sms of e-mail? Neem dan contact op met het bedrijf via de officiële website en check of het bericht klopt. U kunt meer lezen over sms-fraude op de website van de politie Nederland. Broedende visarenden hebben op een hoogspanningsmast in de Biesbos een nestgelegenheid op bijna 65 meter hoogte. Visarenden broeden pas sinds 2016 in ons land. Om meer kennis over ze te verzamelen, worden er indien mogelijk jonge vogels geringd. Dit is onlangs met de jonge visarenden in de Biesbos gebeurd. Met kleurringen zijn ze voortaan individueel te herkennen. Hiermee is een belangrijke stap gezet op het vlak van onderzoek en bescherming van deze zeldzame soort, meldt Staatsbosbeheer. De 3 geringde jongen zijn goed op gewicht en zien er gezond uit. Ze zijn ongeveer 7 weken oud. De verwachting is dat deze jongen eind juli het nest gaan verlaten. Vaak blijven de jonge vogels nog tot begin september in het gebied en worden ook buiten het nest vaak nog een tijdje gevoerd door het mannetje. Het vrouwtje is dan meestal al vertrokken naar het zuiden. De jonge vogels kiezen hun eigen moment om hun route naar de overwinteringsgebieden te gaan ontdekken. Drimmelen wil massatoerisme in de Biesbos voorkomen. Men onderstreept dat met de leuze geen giethoorn aan de Amer. Na 2 jaar praten en soms zelfs kibbelen over de toekomst van het natuurgebied lijkt het erop dat Drimmelen akkoord gaat met de nieuwste plannen voor de Biesbos. In deze zogenoemde gebiedsvisie draait het vooral om de balans tussen natuur en recreatie. Het plan is gemaakt door Staatsbosbeheer en de 3 Biesbosgemeenten Drimmelen, Altena en Dordrecht. Drimmelen zet nu nog wat puntjes op de i. De raadsleden willen onder meer voorkomen dat de Biesbos de komende jaren volstroomt met toeristen. Voor wethouder Lieke Schuitmaker is het duidelijk wat de raad wil. Toerisme, dat past bij het karakter van de gemeente. Dat houdt volgens de raadsleden ook in dat er meer recreatieve voorzieningen zoals strandjes moeten komen aan de randen van de Biesbos. Zo blijft het rustig in de groene kern van het gebied en kunnen watersporters en andere toeristen toch in de Biesbos recreëren.
Met het heien van de eerste 390 betonnen palen is woensdag een start gemaakt met het bouwproject Eveld in Terheide. Jarenlang stonden hier doelpalen die hoorden bij de voetbalvereniging Terheide. Vorige week woensdag werd de eerste heipaal in de grond gedreven door wethouder Harry Bakker. Met die officiële handeling is een begin gemaakt met de bouw van 46 woningen, waarin 10 sociale huurwoningen. Zwaluwe Ontwikkeling verwacht het bouwproject in het najaar van 2023 op te leveren. Alle koopwoningen zijn al verkocht. Men wil in dit bouwplan natuur en woningbouw laten samengaan. Er komen nestplaatsen voor vogels en groen wordt geïntegreerd in de bebouwing. Voor de energievoorzieningen wordt aangesloten bij het Traaise Energiecollectief en gebruik gemaakt van zon, wind en aardwarmte. Men heeft ook aandacht voor duurzaamheid en bewoners krijgen daarbij hulp van een energiecoach. Stichting Leergeld West-Brabant-Oost signaleert een hele sterke toename van het aantal aanvragen. Er zijn steeds meer gezinnen die hun vaste lasten en hypotheek moeilijker kunnen betalen. Voorheen klopten vooral mensen aan die al langer op een uitkering waren aangewezen. Stichting Leergeld West-Brabant-Oost is sinds 2003 ook actief werkzaam in de gemeente Drimmelen. Uitgangspunt is dat kinderen niet de dupe mogen worden van verminderde financiële draagkracht in het gezin. Stichting Leergeld zorgt ervoor dat ze toch kunnen blijven sporten en af en toe een extraatje krijgen. In 2021 werd bij een aantal van 3909 aanvragen iets meer dan €400.000 uitgekeerd om gezinnen met kinderen in 5 gemeenten te helpen. De stichting verwijst mensen die zich melden in eerste instantie ook naar de gemeentelijke voorzieningen. Stichting Leergeld krijgt geld via subsidies van de deelnemende gemeenten en via donaties en giften. Dit was weer 42 Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. Volgt u ons ook op social media van Omroep Drimmelen? Graag weer tot volgende week.